van harte welkom bij weer een programma van Oldebroek in de Kern. Dit keer is de kern Wezep. En we hebben als thema Wezep vooruit. Naast mij staan Jan Bredewoud en burgemeester Adriaan Hogendoorn. En ik wil graag even de eerste vraag stellen aan de burgemeester. Waarom Wezep vooruit? Nou ja, omdat er ontzettend veel ontwikkeling is in de kern Wezep, in het dorp Wezep. Waar we met z'n allen ook aan werken. En Jan Bredewoud van de klantbordgroep staat naast mij. Die weet er alles van dat we met elkaar heel veel energie in steken om het dorp Wezep verder te brengen. Er is veel ontwikkeling. Het komt vooral ook dat er veel energie in Wezep zit om ons zelf verder te brengen. We gaan straks meerdere punten bekijken waar je kunt zien. Van, als het ware, Wezep staat een beetje in de stijgers. We zien ook letterlijk een beetje achter ons. Maar ook op andere punten. Woningbouwprojecten die weer meer en meer in ontwikkeling komen. Ook op voorzieningenniveau. We zijn denk ik goed bezig om Wezep verder te brengen. En ook een beetje meer klaar te maken voor de toekomst. Jan, jij bent van klankbordgroep Wezep. En we gaan straks naar een heel mooi punt kijken waar jullie als klankbordgroep heel veel mee te maken hebben gehad. Kun je heel kort even zeggen waar wij naartoe gaan? Ja, wij gaan naar wij noemen dat altijd verkeerspunt bij de Dorpskerk. Hè, want het is een T-splitsing van de Stationsweg naar de Zuiderzeestraatweg. De Zuiderzeestraatweg, ja. Dus dat is een belangrijk punt voor ons geweest. Een speerpunt noemden wij dat zelf. Gaan we daar even kijken? Ja. We staan hier nu aan de Zuiderzeestraatweg en Jan, ik ben heel erg benieuwd, wat is hier nu precies gebeurd? Wat hier gebeurd was, het was een gevaarlijk punt voor fietsers om tussen de auto's. Het was iets te smal, vonden wij. Met name omdat er soms geparkeerd werd. En dan moest je als fietser dus tussen de auto's om op die weg te blijven. Hoe is dit tot stand gekomen wat de gemeente betreft? Hebben jullie hier ook deel aangenomen of hebben ze dit helemaal uit zichzelf zo bedacht? Nou, het is uiteindelijk wel een kwestie geweest van samen optrekken. Maar vanuit de klantbordgroep werd er vaker bij ons aandacht voor gevraagd dat dit een gevaarlijk punt was. En toen hebben we gezegd, dat moeten we met elkaar om tafel gaan zitten. En wij konden niet anders dan met hen concluderen, inderdaad, het is onveilig voor fietsers. In onze beleving was het nog niet zo heel eenvoudig op te lossen. En dan is het juist mooi als je ook met mensen uit die elke dag de praktijk van dit gevaarlijke punt ervaren, om tafel kunt gaan zitten om te kijken hoe kunnen we dat nou het beste oplossen. Dus we zijn hele goede ideeën vanuit de klantbordgroep aangedragen. En het hebben we met elkaar vertaald in, zeg maar, in een bestek. En is de aanbesteding gekomen met ook weer de oude klinkertjes van de Zuiderzeestraatweg die hier behouden zijn. Want daar is ook nog eventjes een discussie over geweest. Om dit kruispunt en gewoon veilig te maken, want dat staat voorop. Maar tegelijkertijd het karakter van de Zuiderzeestraatweg op dit punt ook in stand te houden. En dat is vooral ook dankzij de inbreng van de klantbordgroep goed gelukt. Dus ik zie hier twee heel tevreden mannen staan. Absoluut. Zeker. Ja hoor. Dan ben ik ook nog even benieuwd, Jan. Hebben jullie nog meer van dit soort ideeën gehad? Ja, er zijn meer verkeerszaken waarin we toch voortdurend aandacht vragen. Hè? Voor gevaarlijke kruisingen, onoverzichtelijke plekken. Turfhorst oversteken hoort ook eigenlijk bij dit stukje. We kregen mailtjes van mensen die hadden een kwartier gewacht omdat ze die drukke weg niet over durven. Oude mensen durfden die weg niet over. Dus nou, hebben wij gecreëerd dat daar borden staan van pas op overstekende fietsen. Zodat een automobilist ook weet van oké, ja, we hadden het liefste daar zebra's gehad of een knop. Waarin je automobilisten kunt dwingen om te stoppen. Maar dat schijnt verkeerstechnisch heel erg moeilijk te zijn. We hadden onze voorkeur, maar nee, dat zat er niet in. Dus ja, we zijn blij met die verbeteringen nu. We staan nu voor de oude begraafplaats. Burgemeester, wat vindt u hoe het geworden is hier? Ja, ik ben ontzettend blij met wat hier tot stand is gebracht. Want er ligt hier eigenlijk een heel stuk historie van Wezep achter ons op deze oude begraafplaats. Je ziet op het bord ook, er liggen slachtoffers van de Spaanse griep. Ik denk dat heel veel mensen er geen beeld bij hebben dat er ooit in Wezep een Spaanse griep is geweest. En er wordt ons steeds meer ontdekt van wie hier allemaal begraven liggen.
Dus eigenlijk ligt hier heel veel historie van Wezep. En het is heel mooi dat het als het ware, een beetje vreemd gezegd misschien, maar op deze wijze gewoon tot leven wordt gebracht. Jan, hoe is dit initiatief tot stand gekomen? Ja, dit is nou een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Iemand kwam bij ons en zegt van, goh, is het een idee om dit nou eens op te knappen? Het was een wilde bende. De gemeente deed er niet veel aan, dus het was inderdaad wild. Ja, en we hebben een Dini Gride in ons midden die weet mensen te mobiliseren. Groentje, een hele netwerk aan mannen die wel eens een keer wat willen doen. Handen uit de mouwen steken. En we zijn hier nu 15 keer geweest met gemiddeld 15 man. En is hard gewerkt. En nou, zo is het tot stand gekomen. Ja, het resultaat is prachtig. Ik ben zelf dan even benieuwd, hoe gaat dat nu verder? Ja, we hebben een werkgroep gevormd. Daar is dan ook wat de gemeente dan wil. We moesten met 4 mensen iets ondertekenen dat we hier 5 jaar voor gaan zorgen dat het minstens goed blijft. Maar dit is dus één van de initiatieven die niet alleen kortdurend een resultaat heeft wat we nu zien, maar ook voor de toekomst echt een prachtige plaats blijven houden waar mensen hier naartoe kunnen gaan. We proberen de bevolking erbij te trekken. We hebben die werkgroep, maar bijvoorbeeld zijn we met scholen bezig. Wat zou het leuk zijn als een school dit adapteert, ook voor de kennisoverdracht, wat het was. En daar wordt de burgemeester heel blij van. Ja, zeker omdat je op deze manier bereikt dat je met elkaar meer en meer op je eigen samenleving betrokken raakt. En dat je je samenleving verder brengt in de leefbaarheid. Het is inderdaad een prachtig verblijfgebied al, om even tot rust te komen ook. Maar ook om je te verdiepen in de geschiedenis van het dorp Wezep. Mensen die hier begraven liggen, de slachtoffers van de Spaanse griep. Het zou best wel mooi zijn als er nog eens wat verder nagedacht kan worden. Niet alleen over hoe houden we dit de komende jaren mooi als begraafplaats, maar ook hoe kunnen we de kennis die er inmiddels is opgedaan, met name door Dini Gride inderdaad, over de mensen die hier begraven liggen, hoe kunnen we die wat meer open en toegankelijk maken voor inwoners van Wezep, dat die ook daar meer kennis van kunnen gaan nemen. Jan, waar zijn we nu dan toch? Ja, dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld van burgerinitiatief. Iemand had een idee om hier een mooi inloophuis van te maken. En dat is gelukt. Dus gaan we het doen. Ik sta hier nu in de Klinker en naast mij staat Evert van Ommen, de initiator van dit geweldige project. Evert, vertel. Ja, wat kan ik vertellen van de Klinker? Nou, heel veel. In de eerste plaats, hier staan we bij de stamtafel, waar we de mensen kunnen ontmoeten met een praatje. Of dat ze hier de krant willen lezen. Of dat ze even gezelligheid, gewoon onder elkaar. Het is eigenlijk een ontmoetingscentrum. Dus hier kun je elkaar ontmoeten. We staan hier ook bij een biljart. Ze kunnen hier biljarten. Ja, nou, we hebben behoefte aan iemand die hier komt uitleggen hoe biljarten. Ik kan zelf niet biljarten, maar ja, goed, zo nu en dan probeer je wat. Maar dat er iemand is die er verstand van heeft en een groep mensen om zich heen verzamelt om daar een soort biljartclubje te maken met elkaar. Nou, en dat lijkt me heel leuk om mensen die dat willen, een dag deel, kunnen ze dan hier gewoon komen biljarten. Of darten, om echt een soort vrije tijd als ze hier kunnen besteden. En als we ietsje verder kijken, dan zie ik prachtige kledingrekken. Helemaal gemaakt en daarin mooie kleding. Wat is daar de bedoeling van? Nou, we hebben een overeenkomst met het leger de Zeils. De Zeils is ook de middelen beschikbaar gesteld om dit te organiseren. Maar die hebben ook een soort verkoopkleding. De kleding wordt heel erg uitgeselecteerd. Want er komt, laatst kregen we binnen vorige week 1500 kilo aan kleding. En dat wordt dan door de dames, de vrijwilligers, achter wordt uitgezocht. En heel streng geselecteerd. Dat alleen de kwaliteit wat er in de zakken zit, wordt eruit gehaald. En dat is misschien 10% als het dat is. En dan komt alleen de beste kleding wat erin zit, wordt hier neergehangen. En de rest gaat allemaal weer terug voor andere doeleinden. Ja. Een shop in een shop. Een shop in een shop. Nou ja, bij de kleding hoort natuurlijk ook wat sieraden en al zoiets meer. En ook bepaalde dingen voor de kinderen. En ja, dat hopen we dat allemaal verkocht wordt. Dus en de opbrengst is allemaal voor de Klinker.
We staan nu in een prachtige keuken even, dat moet ik even zeggen, want ik heb ook gezien dat er hier helemaal niets was. Wat is jullie plan met deze mooie keuken? Nou, het plan is dat we gewoon 1 of 2 of 3 keer in de week, het ligt er ook aan dat ze tot de middag voor een gereduceerde prijs hier kunnen komen eten. Dus het inloophuis heeft als functie iedereen mag komen, ja. Kom hier ook gezellig eten, maar jullie hebben nog een ander plan voor deze gastfornuizen. Ja, nou het is de bedoeling, hoorde ik, dat er ook een kookcursus komt voor de kinderen, dat ze hier kookles geven, een middag of een dagdeel, dat ze hier kunnen leren koken. Burgemeester, dit is denk ik echt een heel mooi voorbeeld van Oldebroek voor elkaar. Ik zou bijna zeggen, je haalt de woorden uit mijn mond. Want dat is het absoluut. Initiatief vanuit de samenleving zelf. Om vooral ontmoeting ook te faciliteren, om dat mogelijk te maken. En we weten gewoon, in de samenleving is daar gewoon veel behoefte aan. Elkaar ontmoeten is gewoon goed. Er is ook veel sociale eenzaamheid in de samenleving. Ook in wezen, net als op alle andere plaatsen. Maar goed, als je daarin wilt voorzien, dan heb je wel zoiets nodig. En het is heel erg mooi dat het vanuit de samenleving zelf ontstaan is. En meneer Van Om heeft daar enorm veel energie in gestoken en goed werk geleverd. En dit resultaat is natuurlijk fantastisch zoals het eruit ziet. Burgemeester, 2 jaar geleden stond u hier met de plan in de hand. Nu staan we hier weer. Hoe trots bent u? Nou, ik ben best wel trots inderdaad. Kijk, het zijn ook best wel belangrijke plekken in het dorp Wezep. Omdat het ook de aanrijroute is. Hier kom je als het ware Wezep binnen. En voorheen zag het er niet zo fraai uit. En nu is het toch heel mooi geworden. Overigens ook wel door de overkant. Hè. De 7 heuvels is natuurlijk een plaatje zoals dat geworden is nadat het helemaal opgeknapt is. Maar ook dit stationsgebied. Daar moesten we echt iets mee. Niet alleen omdat het er ook niet echt goed uitzag, maar ook wel omdat het verkeerstechnisch gezien echt ook gevaarlijk was. Het in- en uitrijden naar de parkeerplaatsen en met het ophalen en wegbrengen van mensen, dat was echt gevaarlijk. En daar hebben we plannen voor ontworpen. En hier komen we dan ook een beetje bij de andere functie van de klankbordgroep. Dus heel vaak komt de klankbordgroep zelf met initiatieven, met ideeën. Maar dit is dan een voorbeeld van, waarbij we zelf het idee hebben van hier moeten we iets mee doen met dit deze stationsomgeving, dan moeten we opknappen, verkeerstechnisch, maar ook qua aankleding. En dan leggen we dat ook voor aan de klankbordgroep om te vragen, kunnen jullie met ons meedenken? En dat is bijvoorbeeld gebeurd met het kunstwerk. Daar heeft de klankbordgroep ook in meegedacht. En zo kom je met elkaar tot een mooi resultaat. Dus dan heb je aan de ene kant de gemeente die de klankbordgroep vraagt om mee te denken. Ja. En aan de andere kant, Jan, de klankbordgroep die de gemeente ook vraagt om te kijken naar dingen die jullie benoemen. Ja, dat is inderdaad onze andere functie die we hebben. Wij komen zelf met punten die we belangrijk vinden bij de gemeente. Maar aan de andere kant zijn we inderdaad een klankbord voor de gemeente. Dus de gemeente heeft een plan en legt het ons voor en wat vind je ervan. Dus dat is onze andere rol. Ook onze meest moeilijke rol. Want dat zijn vaak zulke grote items waar we eigenlijk de capaciteit niet voor hebben om daar mening over te geven. Noem arbeidsmigranten, hè, de Polen, de vluchtelingen. Hè, toen met het COA hier, dat verhaal, ja, dan wordt de klankbordgroep gevraagd, wat vinden jullie daarvan? Maar dat gaat onze pet te boven. Maar goed, het is goed dat die vraag gesteld wordt. Hè, en nu weer over vermindering van regelgeving. Het is prachtig dat we daarin mee mogen denken, maar dat is zoveel. En wij zijn met 6 mensen, die hebben allemaal een specialiteit, hè? Wezep Noord, de inloophuis. Hoor ik jou nu zeggen dat je nog iemand zoekt voor de klankbordgroep die verstand heeft van regelgeving? Dat zou heel mooi zijn, een jurist of zo? Ja, leuk. Dat lijkt me goed, goed plan. Kan zich melden bij Jan. Ja, doe maar. We staan hier nu in het gebied De 7 Heuvels. Wat is hier gebeurd wat ontwikkeling betreft? Nou, De 7 Heuvels is van oudsher een oud bedrijventerrein. En de bestemming is eigenlijk jaren geleden al ervan afgehaald, omdat het eigenlijk niet geschikt vonden voor toekomstige bedrijventerreinen. Dat is natuurlijk nu ook vooral ook in de richting van Wezep Noord en bedrijfpark HTO aan de orde.
Maar dan is het niet zo eenvoudig, zeker in de tijd van crisis, om dat dan ook allemaal verplaatst te krijgen. Want die bedrijven moeten zich verplaatsen daar naartoe. En dat is nogal een ingewikkeld verhaal om dat qua financiering rond te krijgen. En dat is nu uiteindelijk toch gelukt, ook met de subsidie van de provincie. Maar ook de gemeente heeft daar geld in gestoken. En met de ontwikkelaar ook een stuk financiering vanuit woningbouw. Want er komt een plan om hier zo'n 60 woningen te gaan realiseren. Dit gedeelte waar we hier nu staan, daar rust al een bestemming op voor woningbouw. Dus er kan op vrij korte termijn kunnen hier woningen worden gerealiseerd. En als je daarna gaat dat hier, nou ja, 2 jaar geleden nog allemaal oude gebouwen stonden. De puin ervan overigens ligt nu onder de geasfalteerde stationsweg. Dus het is ook weer mooi hergebruikt. Dus het aanzien wordt hier zoveel mooier. Want je ziet daar nu nog allemaal oude bedrijfspanden. En als het allemaal verdwijnt straks en dan komt er een mooi plan met zo'n 60 woningen. Dan wordt het een prachtig woongebied dit. Er is ook nog een brug gerealiseerd, dus je kunt daar zo oversteken naar de Wezepse Heide. Het is een prachtig uitloopgebied. Dus wonen, station, restaurant en de Wezepse Heide in de achtertuin. Het is een heel mooi gebied geworden. Burgemeester, we staan hier nu op een heel bijzonder terrein ook en in het kader van Wees op Vooruit. Nou, daar kunt u zeker wat over vertellen. Gelukkig bouwen we weer meer woningen. En dit zijn ook prachtige locaties om woningbouw te realiseren. We staan hier op de locatie van Spakman Sauman. Nou, dat is allemaal verdwenen, de bedrijfslocaties van Spakman Sauman. En daar is een mooi woningbouwproject voor in de plaats gekomen. Hetzelfde geldt ook voor Kopers Bedden tegenover Koelenhagen. Dat was natuurlijk eigenlijk niet om aan te zien zoals het jarenlang erbij gelegen heeft. Maar ook daar is een prachtig woningbouwproject gerealiseerd. Dus nou, als je dat op een rijtje zet, Koos Bedden, Spakman Sauman en straks de Zeven Heuvels. Maar ook in Wezep Noord, waar ook gebouwd wordt. Dan wordt er weer veel gebouwd en zijn we echt met Wezep denk ik bezig om het weer goed in ontwikkeling te brengen. Dit was een aflevering van Oldebroek in de Kern waarin Wezep centraal stond. We hebben prachtige woningbouwprojecten gezien waarbij ook de jongeren van Wezep hier kunnen blijven wonen. We hebben heel goed kunnen zien hoe eigen initiatieven van burgers omgezet zijn in projecten zoals bij de oude begraafplaats. En we hebben kunnen zien waar een mooie nieuwe ontmoetingsplek is gerealiseerd in de Klinker. We hopen u graag in de volgende uitzending weer te mogen ontmoeten bij Oldebroek in de Kern.